Wat leuk dat je ondanks alles er toch bent. Welkom op de Driester Hogeschool. Kom maar mee. Normaal gesproken zou deze zaal vol zitten met potentiële studenten. En zouden de opleidingsmanagers jullie welkom heten. Vandaag heet ik jullie welkom, maar dan in een lege zaal. We zijn hier bij de Student Living. Dit is een plaats waar je even lekker kan bijkomen. Even lekker kan zitten, kan koffie drinken en natuurlijk even kletsen met je medestudenten. Normaal zou je hier ook even lekker kunnen darten, poolen of tafeltennissen. We zijn hier in de mediatheek. Hier kun je alles vinden wat je maar nodig hebt voor je les. Van boeken met lesmethodes naar verkleedkleren en spelletjes. De overheid heeft het vaak over een 1,5 meter samenleving. Maar wat zou dat betekenen voor onze hogeschool? Hoe zouden wij dit oppakken en hoe krijgen wij dan les? Nou, zo dus. Met kruisen wordt er aangegeven aan welke tafel je wel mag zitten en welke niet. In deze collegezaal zou normaal gesproken voorlichting worden gehouden over een opleiding die jij interessant vindt. Nou, die kan helaas niet doorgaan, maar gelukkig hebben we nog wel de online open avonden. Goedenavond, welkom in de livestream van Driestar Hogeschool. Vanavond willen we je alles vertellen over onze opleiding tot leraar voortgezet onderwijs. Ik heb verschillende gasten hebben we hier zitten. Die gaan jullie meenemen in hun verhaal. Mijn naam is Anneke Schaap en ik ben jullie host vanavond. Je kunt al je vragen stellen in onze chat. Die kun je vinden in het scherm waar je op bent ingelogd. Dus die krijg ik hier binnen op mijn tablet en die gaan wij straks bespreken. Verder houden we natuurlijk onze afstand, zoals onze overheid dat graag wil. En hebben we hier ook zo min mogelijk mensen zitten, zodat we ook voorkomen dat we een risico lopen. Zometeen gaat in het eerste deel, gaan we je wat vertellen over het generieke deel van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs. En daarna heb je de keuze om te kiezen voor een deelsessie in de opleiding naar je keuze. Dus wil jij bijvoorbeeld meer weten over godsdienst, Duits, Engels, geschiedenis, Nederlands, economie of wiskunde, dan kun je een van de deelsessies kiezen. Ook hebben we een deelsessie over opleiden in de algemene chat blijven. Ideaal dus om al je vragen te kunnen stellen. Het eerste wat we nu gaan doen is zometeen Gerrit Beunk aan het woord laten. Gerrit, jij werkt al 40 jaar in het onderwijs en je bent nu bij Driestar studieleider generiek van de LVO. Vroeger heette het pedagogisch didactisch. Dat vond ik eigenlijk een mooie. Dat vind je mooier. Ja, dat klinkt wel mooier. Vooruit. Wat kun jij zeggen over jouw mooiste ervaring van de afgelopen 40 jaar? Er zijn heel veel mooie ervaringen. Een van de leuke dingen die ik meegemaakt heb is, er zat een jongen in het onderbouw basis en kreeg leerwegondersteuning. LWO. En hij wil toch graag automonteur worden, maar daar moet je minimaal kader voor hebben. Mm-hmm. Ja. Hij zegt, ik wil het toch heel graag. We hebben met een aantal collega's gekeken en toen hebben we gezegd, we gaan het proberen. En we gaan hem toerusten tot, tot kader. Wat gebeurde er? Wij hebben geen opleiding tot automonteur binnen de school waar ik toen werkte. En hij moest naar een andere school. Maar we hebben hem wel zover gekregen dat hij naar die andere school mocht. En het leuke daarvan was, na 2 jaar belde hij aan bij de voordeur bij ons. En ik had helemaal niet meer aan hem gedacht. Maar ik deed de deur open en dan stond hij met een bos bloemen. En hij zei, ik ben geslaagd en ik ben automonteur. En toen kregen we een bos bloemen. Hij zegt, want dat hebben we te danken aan jullie. Nou, een van die mooie ervaringen. En heeft hij uiteindelijk ook wel eens je auto gemaakt, toch? Nee. Okay. Hey, we hebben ook nog 2 andere gasten. Dat zijn Maarten en Anne. Jullie zijn student aan onze leraaropleiding en volgen de studie voor leraar Nederlands. Jij werkt op het Van Lodestein in Amersfoort. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Kun je vertellen waarom jij voor de leraaropleiding hebt gekozen? Waarom ik specifiek voor deze leraaropleiding heb gekozen, is als allereerste omdat het een vrij kleinschalige opleiding is eigenlijk. Het sprak mij wel aan dat je heel veel de studenten spreekt. Docenten spreek je ook erg veel. En daarnaast eigenlijk ook al voor de refectorische identiteit. Wat ik daar heel fijn in vond. Omdat ik het soms nog wel lastig vond. Of het was voor mij wel eens zoeken.
Hoe verwerkte ik de identiteit ook door de lessen heen? Ik merk gewoon op deze school, word je daar echt gewoon toegerust voor opgeleid. Krijg je van alle kanten tips aangereikt. Dus dat is eigenlijk wel waarom ik specifiek voor deze leraaropleiding koos. Leuk. Ja. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Je gaat ons vast vandaag nog meer vertellen. En onze andere gast is Anne. Jij werkt ook met Van Lodestein. Dus feitelijk zijn jullie gewoon collega's tijdens een andere vestiging. Ja, klopt. En welk jaar zit jij? Eerstejaars, ja. Net begonnen? Net begonnen, alles fris. En hoe bevalt het voor de klas? Ja, hartstikke leuk. Ja, het is een deeltijdvariant, dus het is inderdaad en voor de klas en je studeert. De balans daarin vinden is in het begin wel zoeken, maar het is heel erg goed te doen en het is genieten, echt waar. Ja? Ja. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt beleefd? Ik werd nadat ik 2 maanden op de school werkte, werd ik door een klas gevraagd of ik meeging wokken in het weekend. Want ze zeiden mevrouw, we hadden een stemlijst gedaan van wie vinden we leuk om mee te laten gaan met het wokken. En toen zeiden ze, mevrouw, we hebben u gekozen. En dan heb je zoiets van binnen 2 maanden, oh, dat is wel echt heel erg leuk en dat geeft wel bevestiging. En ben je meegegaan? Ik ben meegegaan en het was fantastisch. Oh, heel goed. Leuk. Nou, super tof dat jullie er zijn. Wij hopen natuurlijk dat iedereen zijn vragen gaat stellen, dus... Als je dat nog niet aan het doen bent, ik zou zeggen, bedenk goede vragen en drop ze in de comments. En dan gaan wij die straks beantwoorden. Maar allereerst gaat Gerrit ons even meenemen in de wereld van de opleiding die wij hier hebben en wat wij aanbieden. Okay. Gerrit, aan jou het woord. Ja, ik vind dat je moet staan voor de klas en zo min mogelijk moet zitten. Want dan heb je meer contact met je leerlingen. Daarom ga ik nu ook maar even staan in de presentatie. En de eerste dia die jullie zien, daar heb ik een jongetje, een foto van een jongetje, en dat kijkt naar de tulpen. Ja, de Keukenhof is niet open geweest dit jaar. De foto spreekt zo aan en het jongetje kijkt vol bewondering en vol verwondering. En dat is eigenlijk ook wat wij in het onderwijs willen. Verwonderen over onze leerlingen, ook verwonderen over de leerstof. Beide zijn ontzettend belangrijk en daar gaan we nu naar kijken. 3 dingen die ik vanavond met jullie kort door wil nemen. In de eerste plaats is leraar zijn iets voor mij. In de tweede plaats, welke mogelijkheden bieden wij? En in de derde plaats, passen wij bij elkaar? Nou, we hebben een heleboel leerlingen gevraagd van wat betekent het nou? Wanneer is een leraar een goede leraar? En wat voor dingen vind je dan dat ze goed doen? En ik ga gewoon door en jullie kunnen ze lezen. En een paar noem ik er wel. Je moet ook gewoon jezelf blijven. Je moet dus gewoon zijn. En niet iemand spelen. Maar ook, je moet grapjes maken. Dat betekent niet dat je een lolbroek moet zijn. Maar wel zo af en toe een grapje. Dat vinden ze leuk. En op het moment dat een leerling het leuk vindt, gaat hij ook veel beter leren. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. En je moet goed zijn in je vak. We hebben 2 studenten Nederlands. Wij vinden al jaren, sinds de opleiding, van het begin van de opleiding, vinden we het vak verschrikkelijk belangrijk. Dat is altijd gebleven. Er moet heel veel in geïnvesteerd worden. En dan merk je ook dat leerlingen, als ze wat vragen, dat je dan ook de goede antwoorden kunt geven. Ja, daar gaan we natuurlijk ook mee aan de slag, zelfstandig denken en werken. En je moet natuurlijk goed kunnen uitleggen. Nou, hier heb je zo'n docent met een aantal van zijn leerlingen en je ziet hoe enthousiast ze zijn. Dat betekent, ik word leraar. In de eerste plaats betekent dat je een hart hebt voor jonge mensen. Dat je, ik zeg altijd van, je moet van ze houden. Maar je moet ook van het vak houden. Maar je moet ook een plek vinden binnen zo'n christelijke reformatorische school. In de tweede plaats, je moet ook weten wie ze zijn geweest. En jij bent zelf vroeger ook leerling geweest. Hoe was dat toen? En wat denk je nog terug aan de goede docenten van toen? Dus je moet nooit vergeten, koe moet niet vergeten dat die kalf geweest is. Het volgende, en dat vinden we heel belangrijk sinds een aantal jaren, we zijn bezig met onderzoek in een opleiding. Dat betekent niet dat je een onderzoeker moet worden, net zoals op de universiteit, maar wel dat je kritisch kijkt naar wanneer gaat iets goed en wanneer gaat iets niet goed. En wanneer kan ik het nog veel meer uitbouwen tot iets veel mooiers. Daar beginnen we al gelijk mee in jaar 1. Nou, de volgende is natuurlijk heel logisch. Flexibel zijn. Dat hebben we de afgelopen weken in alle vormen van school hebben we dat gemerkt. Dat moesten wij hier ook op de hogeschool. Ineens ga je online lesgeven. Je hebt op een andere manier contact met je studenten.
Dat betekent dat je flexibel moet zijn. Ook als straks het online lesgeven afgelopen is, dan nog betekent dat je flexibel moet zijn. En dat betekent ook dat je goed moet kunnen organiseren. En als je zegt van, oh, ik wil al graag een dag meelopen, op de dinsdag of de donderdagavond kun je altijd hier op de hogeschool terecht. En we hebben heel veel contacten met onze 7 reformatorische scholen. En ook daar ben je altijd welkom. Als de school open is, zoek een plek, ga een dag meelopen en kijk hoe leuk het is. Nou, welke mogelijkheden hebben wij binnen onze opleiding? Je kunt deeltijd doen, je kunt duaal doen, dat noemen wij opleiden in de school. Je kunt als een zijinstromer binnenkomen en je kunt ook binnenkomen met een PABO-diploma. Ik begin even bij de deeltijd. Je moet een minimale opleiding hebben van HAVO, VWO of MBO niveau 4. En dan kun je gewoon naast je werk, zoals deze beide studenten dat ook doen. Je kunt werken binnen de school, maar je kunt ook werken buiten de school. Dan heb je opleiden in de school. Daarover kan collega Strijbis straks nog veel meer vertellen. Dan gaat de opleiding vooral binnen de opleidingsschool plaatsvinden. En als je daar interesse in hebt, ga kijken. Het is een prachtige opleiding geworden. We zijn er vanaf 2000 al mee begonnen. En na 20 jaar is het een geweldige opleiding. Zijinstromer, iemand die al een hbo-opleiding achter de rug heeft, of een PABO-diploma heeft, of zelfs al een tweede graads bevoegdheid heeft, die kan ook een ander vak gaan studeren bij ons op de hogeschool. En dan kun je als zijinstromer binnen 2 jaar je diploma halen. En dan hebben we nog een extra opleiding, dat is voor de onderbouw van de basis- en de kaderleerlingen. En dat kun je in een half jaar een bevoegdheid halen als je al een PABO-diploma hebt. Nou, welke opleiding hebben we? Dat zijn de volgende vakken: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis, economie. Sinds dit jaar ook godsdienst erbij. En dan hebben we nog daarnaast een PDG-traject. Het PDG-traject is als iemand werkt in het MBO, dan kan hij bij ons een bevoegdheid krijgen voor dat MBO. En dat kun je in een anderhalf jaar. En dat is een pedagogisch, didactisch getuigschrift. Er zitten een aantal voorwaarden aan. Wil je er meer over weten? Straks ben ik nog online en kun je allerlei vragen stellen. Dan, hoe zit onze opleiding in elkaar? We hebben de opleiding een beetje opgesplitst. Dat betekent dat het generieke deel, het pedagogisch didactische deel, op de dinsdagplek plaatsvindt. En het andere, het vakdeel, vindt op de donderdag plaats. Dat betekent ook dat je de helft van de dinsdagavonden hier aanwezig bent op de hogeschool. En elke donderdagavond ook op de hogeschool bent. Doe je opleiding in de school, dan is het wat anders. En dat betekent dat je de opleiding vooral op de opleidingsschool doet. En dan ben je 2 dagen op de opleidingsschool met opdrachten bezig, met lesgeven. En na 2 jaar kun je al een assessment doen om in het 3e jaar daar te gaan lesgeven. Dan, hoe zit nou ons curriculum in elkaar? Wij werken met thema's. Een heleboel hogescholen doen dat op een andere manier. Maar wij hebben heel bewust gekozen, ook vanwege onze identiteit, dat we met thema's werken. En die thema's zijn relatie, gezag, leeromgeving, organisatie, ontwikkeling, uniciteit en tenslotte verantwoordelijkheid. 2 thema's voegen we altijd samen. Als het bijvoorbeeld gaat over die ontwikkeling van die puber, dan hebben we het over ontwikkeling en uniciteit. En dat verbinden we met onze identiteit. En daar hebben we ook een leidraad voor, een boekje, en dat heet Essenties van Christelijk Leraarschap. Tenslotte, passen wij bij elkaar? Dat vinden we heel belangrijk. Pas jij bij ons als hogeschool? En passen wij bij jou als student? Dat noemen we ons studiekeuzecheck. Dat is altijd vooraf. Waar kijken we dan naar? We nodigen je een dag uit en dan hebben we een morgenprogramma waarin we kijken naar concepten van leren. We kijken van wat betekent het nou als je in een lerarenopleiding je opleiding volgt en welk niveau zit je dan? En wat is dan hbo-niveau? Maar dat betekent ook dat we gaan kijken van wat betekent het dan dat we een christelijke lerarenopleiding zijn? En hoe vullen wij dat in binnen onze programma, zowel op de dinsdag als de donderdag? Dat noemen we dus onze studiekeuze checkdag. Ik heb al iets gezegd over de christelijke en reformatorische identiteit. Dat betekent dat we dat voortdurend verbinden, zowel bij het vak als bij het generieke deel. En de studenten kunnen daar straks misschien ook nog iets meer over zeggen. Die studiekeuze check
Die doen we 4 keer per jaar, in april, mei, juni en september. En daar komt een advies uit. Dat betekent dat het een bindend advies is. Als je voor 1 mei inschrijft, mag jij kiezen wat je wilt. Als je na 1 mei inschrijft, mogen wij kiezen. Dat betekent dat we daar met elkaar heel goed over na gaan denken. En vandaar dat de studiekeuzecheck behoorlijke van omvang is en een hele dag duurt. Nou ja, hier moet je maar eens even over nadenken. Ik denk dat dat al heel erg verheldert over de mogelijkheden die er bij ons zijn. Ik denk dat het wel leuk is om al eventjes even te kijken. Want jullie zijn natuurlijk nu een jaar bezig. Of nou ja, een jaar. Bijna een jaar alweer. Ja. Als je teruggaat naar een jaar geleden. Hoe heb je de keuze gemaakt voor Driessen Hogeschool? Dat is een afweging. Want vooraf weet je natuurlijk nog niet hoe een hogeschool in elkaar zat. En er stonden wel meerdere op mijn lijstje. En dan is het bij mij wel zo geweest. Het hielp heel erg om naar de hogeschool zelf toe te gaan. En een beetje sfeertje te proeven. En sfeertje te proeven is voor mij echt. Je stapt binnen. Je kijkt rond. En je maakt kennis met een aantal docenten. En daardoor kan je al heel snel inschatten. Welke sfeer er binnen de school heerst. En waar ze voor staan. En op die manier kun je dan kijken. Past die hogeschool bij je? En zo heb ik ook gekeken bij Driessen Educatief. En op die manier ben ik hier terechtgekomen. En dacht ik. Hier ligt mijn hart, dit is mijn plaats, hier wil ik gaan studeren. Oké, okay, en hoe ging dat bij jou, Maarten? Kun je iets over zeggen? Ja, ik herken wel heel veel dingen uit jouw verhaal. Ook proeven van de sfeer. Ik ben er eigenlijk ook een aantal keer geweest al. Ja, en dan maak je eens wat kennis met docenten. Je spreekt eens mensen. Ik spreek ook wel mensen die hier afgestudeerd zijn al. En wat ik hoorde was eigenlijk alleen maar goede, positieve verhalen. Dus dit was voor mij eigenlijk niet de hele grote vraag waar ik me zo aanmelde. Dat was voor mij gewoon hier, ja. Oké. Okay. En heeft identiteit bijvoorbeeld ook een reden gespeeld voor jou om de keuze te maken voor Driessen Hogeschool? Jawel, ja. Het heeft voor mij wel een reden gehad, zeker, ja. Ik merk ook nu, zeg maar, dat ik binnen mijn eigen lessen er best heel veel baat bij heb. Maar als je kijkt naar ons vak, denk ik, het vak Nederlands, de taal, kan je best heel veel met identiteit. Als je het hebt over de Bijbel, dat is natuurlijk Gods woord wat hij tot ons spreekt. Dus God spreekt ons aan met bepaalde taal. Taal is ook ergens ontstaan. Ik kan natuurlijk ook zeggen, het heeft niet een hele mooie geschiedenis, al de verschillende soorten taal, maar het is wel ergens ontstaan. Dat kun je door de lessen heen ook terug laten komen. Ik weet niet hoe jij dat doet of hoe ervaar jij dat? Ja, zeker wel. Je moet daarin ook wel dat flexibele, wat Gerrit juist net aangaf, dat moet je ook wel zelf hebben. En dan gaat het ook even over, je hebt een boek voor je, maar je probeert te laten zien dat je geeft les op een reformatorische/christelijke school. Dus in die zin wil je dat ook verbinden. En dat gaat natuurlijk gaat het niet iedere les en dan gaat het ook niet driekwart over. En je geeft ook geen godsdienst, maar je kunt absoluut linkjes leggen. En dat vergt onderzoek voor jezelf ook, met de Bijbel ernaast. Maar in die zin krijg je dat ook vanuit de hogeschool mee en dat helpt je heel erg bij het ontwikkelen als docent. Heel goed. En Gerrit, speelt dat voor jullie als docenten nog een bepaalde reden hoe jullie die identiteit die wij als Driessen Hogeschool voorstaan, ja, een bepaalde manier vormgeven in lessen? Hoe begeleiden jullie studenten hierin? Ja, met name het generieke deel. Daar kan ik het beste over vertellen. En ik weet dat dat bij de vakken ook zo is. Wij proberen voortdurend verbinding te maken met wie zijn wij vanuit Gods woord voor die klas. En dat betekent dat je dat je niet heel oneerbiedig gezegd de Bijbel met bijsleept, maar dat dat vanuit jezelf dat woord voortdurend bij moet zijn. En op die manier proberen wij dat ook vorm te geven. Dat doen we in het dinsdagdeel, doen we in het donderdagdeel. En daar hebben we ook als docenten van de hogeschool, hebben we daar ook regelmatig overleg over. Kijken van hoe kunnen wij dat nu verbinden. En een hele mooie leidraad, ik heb het net al even genoemd, is dat boekje Essenties voor Christelijk Leraarschap. Heeft heel veel handvatten. Ik denk zelfs dat het boekje ook, als je gewoon sowieso erin geïnteresseerd bent, wel te koop is via onze webshop. Zeker. De webshop van Driessen Educatief. Moet ik maar even googlen en dan zul je dat vast vinden. We hebben een vraag van Joanne gekregen. En dat is de vraag, hoe zit het met de opleiding in het Engels volgen? Ik weet niet wat Joanne bedoelt. Of het erover gaat van een soort TTO variant. Of dat ze de Engelse track bedoelt. Ja, we hebben tot nu toe altijd nog die TTO variant gehad. We weten niet of dat blijvend kan zijn. Het hangt ook van een heleboel factoren af. Maar er zijn wel mogelijkheden voor.
Maar op dit moment weten we nog gewoon niet. Nee. Het hangt ook heel erg van hoeveel studenten hebben we, hoeveel groepen kunnen we maken. En we hebben altijd wel geprobeerd om er ook aandacht aan te besteden. Ja. Misschien is het dan voor Joanne goed om eventjes na afloop misschien nog even ons een bericht te sturen. Dat we daarover wellicht contact kunnen hebben. Als je daar specifiek meer over nog zou willen weten, dan kunnen we wellicht kijken wat er mogelijk is. Ja. Ik lees ook over een samenwerking die er is met de Hogeschool Rotterdam, Gerrit. Ja, er zijn een aantal vakken. Nu weet ik ze niet uit mijn hoofd, maar een aantal vakken. En als je daar wat meer informatie over wilt, kan collega Strijbis. Die zit weliswaar voor opleiding in school, maar die kan ook daarover een heleboel vertellen. Ja. En die verbinding is er zeker. En een aantal studenten hebben die verbinding nu al. Ja. Ja. Dus dat betekent dus dat je een aantal vakken via Hogeschool Rotterdam. Ja, ik heb net laten zien dat we 7 vakken binnen onze hogeschool hebben. Daarnaast wilden we graag wat meer vakken. Studenten wilden ook graag wat meer verbinding met identiteit. Mm-hmm. En die verbinding met identiteit leggen wij hier op de hogeschool. Ja. En het vakdeel geven ze op de Hogeschool Rotterdam. En nou ja, ga gerust naar collega Strijbis, hij weet er heel veel van. Ja. Misschien is het nog wel leuk om eventjes te kijken naar van, want jullie zijn het eerste jaar begonnen en toen dacht je natuurlijk, ik ga hard aan de slag. Hoe is die verhouding ondertussen van studie-stage? Kun je er wat over zeggen? Hoe geef je dat vorm? Nou ja, ik ervaar hem wel als goed. Ik geef zelf 3 dagen les. Daarnaast studeer ik dan 2 dagen. Het is wel goed te doen, maar het is belangrijk dat je vooral gedisciplineerd bent. Dus dat je echt tegen jezelf zegt, ik sta op tijd op. Ik begin echt op tijd aan mijn studie. Dat hou ik ook de hele dag vol. Neem tussendoor wel pauze, maar dat is logisch natuurlijk. Maar zo hou ik het niet vol, zeg maar. Maar het is vooral belangrijk dat je heel gedisciplineerd bent. En dan vind ik het dat het goed te doen is. En wat ik heel fijn vind is, alle opdrachten die je doet, zijn voor mij relevant. En dat maakt dat de studie goed te doen is. En dat je het in de praktijk heel goed kan toepassen. Ik weet niet. Klopt, ik herken dat wel erg met die relevantie van opdrachten. Dat zorgt er heel erg voor dat je ook denkt van, de studie die ik doe is in zo'n vorm natuurlijk wat beperkter geworden omdat het deeltijd is. Die stof wordt wat meer op elkaar gezet, maar dan moet je het ook echt doen. En als persoon moet je dan ook echt wel goed over nadenken van, kan ik dit aan? En dan moeten echt een aantal vaardigheden bij jezelf passen voordat je aan zo'n variant begint. Want ja, het vraagt veel van je. En ja, het is ontzettend fijn en leuk. Mm-hmm. Als je het contact met leerlingen en het lesgeven op zichzelf. Maar je studeert nog en je bent nog in opleiding. En dat vraagt ook dat je inderdaad met je neus in de boeken zit, 's avonds soms. Ja. En dat moet je wel tegen jezelf kunnen zeggen. Ja. Soms streng zijn. Oké, dus jullie oefenen je in discipline, in zelfdiscipline. Ja, eigenlijk wel. Absoluut. En wat je daarnaast nog hebt natuurlijk, als je lesgeeft, je lessen heb je ook voor te bereiden. Ja. Ja. Dat is echt een ding wat je wel, wel in gedachten moet houden. Je zit met je lessen voorbereiden. Nou ja, daarnaast spreek je nog wel eens leerlingen, ouders en dan heb je ook nog je studie daarnaast. Maar er tegenover staat echt wel dat je heel veel leert en het contact met leerlingen is echt heel gaaf. Dus, want is het idee wat je had over het vak toen je ging beginnen en hoe je daar nu na een aantal maanden naar kijkt, is dat veranderd? Het idee over het vak zelf, deels wel. En dan verandert in positief opzicht dat ik dacht, zoveel aspecten. Want het wordt natuurlijk opgesplitst. Je hebt blokken binnen Nederland specifiek wat je behandelt. En in hoeverre je dat dan vakdidactisch kan doorgeven aan de leerlingen. Ik had niet verwacht dat het zo diep zou gaan. En soms heb je dan, ik dacht vooral, je gaat naar school en je leert voor jezelf. Maar je vergeet soms heel even, oké, ik zit hier op een lerarenopleiding. Dus ik moet ook... Docenten geven hier handvaart meteen van, misschien kun je dat zo voor de klas brengen. En dat is zo'n verrassend aspect wat heel vaak terugkomt, dat je denkt, oké, ophouden of onthouden, noteren, want ik moet het wel weten. En het is hartstikke handig om dat mee te nemen. Ja. En dat in dat opzicht heeft me zelfs verrast. Ja. Oké, heel leuk. Hey, ik begreep dat jij hiervoor mbo gestudeerd hebt. Ja, dat klopt. Ja. Hoe vond jij de overgang van mbo naar hbo? Was wel voor mij best wel een hele grote stap. Vooral omdat je op het mbo meer... praktisch bezig bent, denk ik dat echt wel zo is. Hoewel, ik heb de opleiding onderwijsassistent gedaan, dus met het, aan de andere kant was het maar heel fijn dat ik al wat zo gezegd wat onderwijservaring had, zeg maar, door middel van stages en zo, dus dat was wel fijn. Dus het praktijkgedeelte, de lessen geven, dat ging mij wat dat betreft, vond ik die overstap echt wel prima. Maar als het gaat om de vakinhoud was de stap best wel even groot voor mij. Gewoon het echt weer leren, zeg maar. Grote verslagen maken, studeren. Dat was echt wel heel erg wennen. Ja. Dat zou voor jou misschien dan minder zijn geweest. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou ging om. Maar... Nou, dat is echt wel een stapje anders, denk ik inderdaad. En dan scheelt het vooral, ik heb HAVO gedaan. Maar ik denk, als je VWO hebt gedaan, het scheelt sowieso. Als je daarna HBO gaat doen, dat is natuurlijk een algemeen gegeven feit. Dan is het
sowieso wel goed te doen. Maar voor de HAVO'ers die denken, ik ga Nederlands doen, het sluit zo naadloos erbij aan. Het is alsof je op bepaalde delen met Nederlands gewoon doorloopt op de hogeschool. Ja, inderdaad, ja. Echt bij literatuur bijvoorbeeld, je stapt gewoon zo door. Ja. Heel fijn. Ah, oké. Dus je had ze niet voor niks gelezen? Al die boeken was niet voor niets. Kijk, dat was voor mij wel, is echt heel typisch. Ik heb natuurlijk MBO hiervoor gedaan. Ja. Ja, dan hoef je gewoon een hele literatuurlijst af te werken, te lezen. Dus daar ging het in de college wel eens over bepaalde boeken. Inmiddels heb ik ze wel gelezen, maar ik dacht van oké. En dan zag ik jou van, oh ja, dat is voor mij, voor mij heel veel herkenning op. Klopt, en dat aan is wel de, aan de andere kant had jij dat, weet ik niet hoor, misschien wat als je les moest geven. Dat je dacht van, oké, op wat moet ik nu doen? Ja, ik heb het ook wel, maar ik heb dat wel eens op stages, heb je dat wel eens geoefend. Dus dat scheelt dan wel een stukje. Dat is echt het verschil inderdaad. Dat, Want Gerrit, voor mbo-studenten hebben we ook de mogelijkheid tot het pedagogisch didactisch getuigschrift. Ja, als je les geeft in het mbo, kun je dat PTG-traject. Oh, oké. Ja, dus je moet wel minimaal een hbo op. Je moet wel, ik dacht eventjes dat het voor mbo-studenten mogelijk ook een interessante optie kon zijn. Ja. Oké, heel goed. We hebben ook nog een vraag van Rita gekregen. Zij is benieuwd naar hoe zij aan een stageplek gaat komen als zij bijvoorbeeld een opleiding Engels gaat volgen bij ons. Ja, we hebben een poosje terug, een jaar geprobeerd om voor elk student een plek te zoeken. Dat lukte vaak niet. Bovendien zeiden wij van je weet zelf het beste welke school zou je het liefst willen lesgeven. En dan zeggen we van kies gewoon een school op. Zoek heel vroeg een stageplek. Want scholen zitten heel snel vol, want je moet toch begeleid worden. Mm-hmm. En als het niet lukt, dan willen we je altijd helpen. Ik heb dit jaar iemand die had echt, volgens mij, als ik het goed heb, 24 scholen benaderd. En het lukte echt niet. En dat ligt soms ook aan het vak of ze hebben een verbinding met een andere hogeschool of wat dan ook. Toen hebben we uiteindelijk gezocht en een aantal telefoontjes en mailtjes. Is toch gelukt. Dus we helpen wel, maar tegelijkertijd mag je zelf kiezen. Ja, precies. Ja. Hey, en als we even een hele grote stap maken van het eerste naar het vierde jaar. Hoe geven wij het afstuderen vorm? Ja, we hebben sinds een aantal jaren zijn er twee afstudeerrichtingen. Dus je studeert af of richting het beroepsonderwijs. Dus dat kan zijn het VMBO en het MBO. Of je studeert af in het AVO. Dus algemeen vormend onderwijs. Dat wil zeggen dat je vooral je daar richt op de onderbouw van het HAVO en het VWO. En dan hebben wij dat op een vrij unieke manier vormgegeven. Je kunt die twee stromen volgen. Maar daarnaast binnen die stroom kun je een onderzoekslijn volgen. Dus als je heel graag je wilt verdiepen in het onderzoek. Je wilt daar een groot onderzoek doen. Dan kun je de onderzoekslijn volgen en de onderwijslijn. En binnen zo'n onderwijslijn krijg je wel verdieping, maar op een andere manier. En daar bieden wij dan masterclasses voor aan. Die masterclasses doen we met de praktijk van bijvoorbeeld het MBO. We hebben een masterclass over rouwverwerking. Dat is een masterclass, daar kun je faalangsttrainer worden. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Oké. Hey, en misschien is het ook nog wel even goed om te weten. Van hoe werken jullie als docenten samen met de studenten? Hoe geven jullie dat vorm? Ja, bij het vak hebben ze een mentor. Dus dan die begeleid je vooral in het vak. En bij het generieke deel hebben we een tutor. En die heeft dan het verbinding over het generieke deel, het algemeen deel en het stage deel. En dat betekent ook dat we aan het eind van het jaar kijken van hoe is de stage gegaan. En of hoe is het werk gegaan als je werkt. En waar ben je in gegroeid en hoe kun je nog verder groeien. Ja. Hey, en hoe ervaar jij de begeleiding vanuit Drie Ster Hogeschool? De begeleiding als je de deeltijdvariant doet is op zich vanuit het generieke deel niet ontzettend veel. Want het is voor mij dus geen stage, maar echt werken. Ja. Maar de begeleiding rondom je studie, dat is je weet waar je op terug kunt vallen. En wat Gerrit zegt, binnen het vak heb je bijvoorbeeld je tutor. Ja. En om dat bijvoorbeeld over die balans studie-werkverhouding te hebben. Nou, toevallig had ik een aantal weken terug een gesprek met een tutor. En dan vraagt hij heel specifiek van, hou je dit vol? Gaat dit goed? En doe het daar een beetje rustig aan. Probeer je daar wat meer op te focussen. En die begeleiding is ontzettend fijn. Omdat je dus dan wel eventjes een duwtje of in de goede richting krijgt. Of iemand remt je even af. En dat is echt wel nodig bij de deeltijdvariant sowieso op zichzelf. Ja. Hey, en hoe geef jij de begeleiding vorm samen met jouw tutor? Ja, eigenlijk ook door middel van gesprekjes. Of ik mail hem. Zo eigenlijk. Ja. Ik weet eigenlijk wat Anne ook zegt. Ik weet eigenlijk altijd wie ik moet hebben of dat ik hem kan mailen bij vragen.
Ja, ik ervaar het ook wel heel prettig. Mooi, manier, ja. Dat vinden we belangrijk natuurlijk. Mag ik daar nog iets aanvullen? Ja. Want bij opleidingsschool is dat ook heel mooi. Want daar hebben ze, zeg maar, nemen de mensen op de opleidingsschool die taak ook over. En daar hebben ze heel regelmatig gesprekken met de studenten. Dus die studenten zijn even niet direct les, maar zijn wel heel veel binnen zo'n opleidingsschool. En daar is de begeleiding ook heel intensief. En die mensen die die begeleiding verzorgen, die worden ook hier binnen de hogeschool opgeleid daarvoor. Dus zo zorgen we er op alle manieren voor dat we je zo goed mogelijk kunnen helpen bij het voltooien van de studie. Wat ik ook altijd een interessant onderdeel vind van Driessen Hogeschool is ons internationaliseringsprogramma. Dat maakt ook nog wel een belangrijk onderdeel uit. Gerrit, op welke manier geven we dat vorm in onze opleiding? Elk vak heeft een onderdeel internationalisering. En dat is heel verschillend. Ik weet voor, we hebben het nu over studenten Nederlands, dat ze onder andere naar België gaan, Ieper. Daar worden allerlei opdrachten bij gemaakt. Maar dat doen we ook voor het generieke deel in jaar 4. En dat hebben we ook gecombineerd met een stukje flexibiliteit. Dat betekent dat we gekeken hebben van hoe kunnen wij twee modules in ruim 10 dagen is het, een ruime week dus, afronden. En dat doen we in Zuid-Afrika. Dat is een vrij uniek project. We hebben nu een aantal jaren gedaan. En studenten gaan daarmee kijken naar scholen. We beginnen meestal vanaf Johannesburg richting Pretoria. Nou, daar bezoeken we scholen. We hebben contacten met mensen daar. Onze collega Cornij van der Wind die verzorgt dat. Mm-hmm. En ze maken opdrachten op de scholen. We gaan zelfs in het wildpark naar een school. En het is een prachtige. En je kunt meteen in die 10 dagen ook 2 modules afronden. Want je hebt allerlei opdrachten te doen. Elke dag is er iets nieuws. Ja, dat klinkt als dat is een ideale manier van school gaan natuurlijk. We hebben nog 2 vragen in de chat. Waarom hebben jullie voor deeltijd gekozen in plaats van duaal? Oh, wat een interessante vraag. Mijn eerste idee was eerst duaal. Ja. Maar in die zin is het bij mij zo gelopen dat ik op een bepaalde opleidingsschool kon ik terecht. Maar je mag voorkeur ook opgeven. En binnen duaal wordt er ook nog wel, je stageplek wordt dan nog geregeld. Dat is ook wel fijn om te weten. Als het over Zeeland gaat. Ik kom uit Zeeland en daar werkte ze met SAOS. Nou, het is een beetje zo gelopen dat ik uiteindelijk niet, ik had een voorkeur opgegeven en kon ze niet aan voldoen. Ja. En toen dacht ik ga verder kijken. En uiteindelijk ben ik toen voor deeltijd gaan kiezen en heb ik überhaupt al voor duaal gekozen omdat ik niet de voltijdstudie wilde doen. En waarom ik geen voltijdstudie wilde doen was echt, ik wilde praktijk. Ik dacht, gooi me maar voor de leeuw, ik ga het gewoon proberen. Je weet het niet, maar ik ga het proberen. En dat past bij mij ook echt als persoon. En dat is ook echt wel verschillend. En daarom heb ik echt voor deeltijd gekozen, die heerlijke afwisseling van praktijk en 2 of 1 avond studie in de week, oftewel college. Ja. Dat is echt, dat vind ik fantastisch. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ja, ik kan er heel op zich dezelfde reden dat jij hebt. Ik heb natuurlijk een mbo-opleiding gedaan hiervoor. Dus toen heb ik al dat ik elke dag gewoon in de schoolbanken, zeg maar, met uitzondering van een aantal stages. En ik wilde gewoon graag werken en voor de klas staan zelf, zeg maar. Gewoon een aantal eigen klassen hebben. Dus vandaar dat ik voor deeltijd heb gekozen. Ook gewoon met het idee van lekker eigen klassen. Dat was eigenlijk heel kort gezegd de reden. Lekker gelijk aan de slag. Ja, klopt, ja. Gewoon werken direct. Ja. Hey, en zou je een tip hebben voor iemand die benieuwd is, die twijfelt tussen die keuze voor deeltijd of duaal? Op welke manier zou je die keuze het beste kunnen maken? Nou, ik denk dat het wel echt afhangt van wat heb je hiervoor gedaan als eerste. Want ik kom bijvoorbeeld van de HAVO en dat is niet de meest normale route, om het zo te zeggen. En als je dat gaat doen, denk even goed over na en je moet er wel echt even sterk voor je schoenen staan. Want ja, ze gaan aan je benen trekken en ervoor zorgen dat je af en toe je voeten iets uit elkaar moet zetten. Wat er echt wel voor zorgt dat je soms denkt, waar wilde ik dit? Ja, dit wilde ik, dus ik ga door. Duaal is echt wel een betere optie, denk ik, wat betreft dat je zegt, oké, ik wil geschiedenis gaan doen en ik wil wat praktijk, maar ik wil nog niet al die vrijheid en die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Doe dan duaal. Zeg je van, ik kan dit aan, ik heb de zekerheid van top tot teen, ga dan voor deeltijd. Echt, absoluut. Oké, En dat kan Johan nog veel meer vertellen. Ja. Voordat je met zo'n duaal traject begint, met zo'n opleiden in de schooltraject, is gewoon wel belangrijk dat je eerst, er wordt ook eens een gesprek, vindt ook plaats. Hè? Dat je echt weet van, nou, dit past bij mij. Dat is heel belangrijk. We gaan niet zomaar over 1 nacht ijs, laat ik zo maar. Nee.
Ja. Dat is heel mooi. En dat betekent, nog even een vervolgvraag, dat jullie dus eigenlijk ook gelijk je eigen klas hebben, toch? Als jij in jullie traject. Ja, in principe ja. Wel. Ik heb vijf eigen klassen. Ja, ik weet niet of jij er hebt. Ja, ik heb drie eigen klassen en ik doe mentoraat en dan ook nog naast. Daar moet je ook mee oppassen, maar dat deel ik dan met een collega. Ja. Maar je solliciteert natuurlijk officieel, dus je krijgt inderdaad dan ook je eigen klassen. Ja. Kijk aan. Hey, nog een andere vraag van Gerard is, hoeveel uur studeren kom je in de week gemiddeld uit? Kunnen jullie daar een inschatting van geven, ongeveer? En Maarten is er altijd heel goed in, dat weet ik. Ja, in studeren of? Allebei. In de inschatting maken. Nee, als ik wat ik optel, dan kom ik gemiddeld uit rond ikzelf, maar dat is natuurlijk persoonsafhankelijk, rond de 15 uur per week. En dan heb ik echt alles, opdrachten maken, studeren, et cetera. Rond de 15 uur per week, vind jij wel minder? Ja, nee, ik denk dat wel klopt, ja. En dat scheelt natuurlijk dan, als je bijvoorbeeld 3 dagen werkt, je hebt meestal wel 1 dag die je helemaal kunt inrichten voor je studie in de week. Ja. En die zit je dan meestal wel helemaal. En dan ja, natuurlijk je collegeavond. Ja. Gerrit, ook nog een andere vraag gaat over of je alleen stage mag lopen op christelijke scholen. Kun je aangeven hoe dat bij ons zit? Nee, we hebben, en dat is Nederland breed, elke hogeschool. Is iedereen welkom, ook bij ons op de hogeschool. En ook bij ons programma blijft wel gelijk. Dus dat betekent dat je wel te maken krijgt met identiteit. Maar we hebben ook studenten die moslim zijn. We hebben ook studenten die een ander geloof aanhangen. Iedereen is welkom. En je mag ook zelf kiezen naar de stageschool. En ook daarmee treden wij dan in contact, zodat we kunnen kijken of de stage goed gaat. Ja, goed. Mooi. Dan hebben we nog een vraag over het stage lopen in het buitenland. We hadden het natuurlijk net al even over internationalisering. En dit is een vraag van Mariska. Die is, hoe zit het met stage lopen in het buitenland als je deeltijdstudent bent? Ja, dat kan. We hebben is volgens mij net een half jaar terug of zo. Iemand gaat die eerst in Oostenrijk geweest. En die heeft daar stage gelopen. Volgens mij, als ik het goed heb, in Wenen. En dat is allemaal geregeld. En ze heeft ook een heleboel opdrachten vanuit Wenen gemaakt. En nu is ze bezig met het afronden van de opleiding. Dus dat kan echt. Ja, dus dat kan gewoon. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Nee. Wij zitten een beetje aan de afronding gekomen van dit vragendeel. Je kunt natuurlijk gewoon in deze chat blijven en je algemene vragen blijven stellen aan ons. Gerrit kan ook meer vertellen over dat pedagogisch didactisch tuigschrift, maar we hebben ook een aantal andere sessies geopend ondertussen. En daar kun je nu naartoe gaan. Je kunt meer informatie krijgen over opleiden in de school. Je kunt meer informatie krijgen over het vak Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, geschiedenis, economie en godsdienst. Op onze website www.driestar-hogeschool.nl/livestream kun je deze streams met hun URL allemaal vinden. Je klikt daar op de URL naar keuze en dan ga je naar de nieuwe omgeving toe waar jij in de webinaromgeving komt van het vak of het thema naar je keuze. Dus maak lekker je keuze daarin en dan gaan we je graag nog even verder helpen en geven we je meer informatie over het vak of het onderwerp waar je meer over wilt weten. En zoals gezegd, je kunt ook gewoon bij ons blijven. Dus wij kunnen nog gewoon natuurlijk nog verder gaan over onze vragen. Moet ik even je blaadje weer zoeken. Gerrit, jij vertelde ook iets aan net tijdens jouw presentatie over onderzoek. Mm-hmm. Hoe geven jullie dat vorm in de opleiding? Ja, we hebben een onderzoekslijn van jaar 1 tot en met 3. En die vervolgt dan in jaar 4. Want afgesproken is binnen het HBO dat alle studenten een onderzoekende houding moeten hebben. Ja. En dat is ook heel belangrijk, want je kunt zeggen van ik ben bezig met mijn vak en ik heb vandaag loop ik ergens tegenaan. En zeg maar dit onderwerp, dat loopt niet zo goed. Dan kun je zeggen van nou, dan gaan we het volgende keer gaan we het op een andere manier proberen. Dat is prima, dat doen we allemaal. Maar tegelijkertijd is het soms ook goed dat je wat verder gaat kijken en zeggen van maar ik wil eigenlijk veel meer. En ik wil het niet alleen zelf, maar ik wil het ook dat samen met anderen, dat we eens gaan kijken van hoe kunnen we dat onderdeel nu nog veel meer onder de aandacht brengen, zodat leerlingen daar veel meer van leren. Nou, dat kan heel variërend zijn. En we beginnen daarmee in jaar 1 al. En dat is best lastig, want sommige mensen lopen stage en die zeggen van ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, we beginnen met een video interview met iemand die het al een keer gedaan heeft. Daar heb je wat voorbeelden.
Vervolgens gaan we daar, zijn we daar het hele jaar mee bezig. En de meeste studenten zitten nu in de afrondende fase. Ja. Van het eerste jaar en dat doen we ook in het tweede jaar. En elk jaar hebben we een ander thema en een ander accent. Dus dit jaar zijn we heel erg bezig met de onderzoeksvraag. Hoe stel je nou een goede onderzoeksvraag? In het tweede jaar, van op welke manier kun je dat dan onderzoeken? Een interview houden met mensen of moet je zeg maar enquêtes uitzetten? En in het derde jaar gaat het echt over van hoe leggen we daar nou verslag van? En dan ga je in het vierde jaar, kun je dat nog meer verdiepen. En dan kunnen sommige mensen een heel groot onderzoek doen en andere mensen doen alleen de basis. En dat noemen wij een beknopt geannoteerde bibliografie. Dat betekent dat je heel erg kijkt naar de literatuur waar je in wilt verdiepen. Oké. Okay. Ja. En jullie zijn dan ondertussen ook bezig met dat onderzoek? Ja, klopt. Met het eerstejaarsonderzoek inderdaad. Ja. Het is nu dan heel even kijken hoe je dat gaat afronden of meenemen naar het tweedejaars of iets dergelijks. Maar ja, ik ben ermee bezig. Maar het mag in het eerste jaar nog best wel kleinschalig. Althans, dat is wat ons op het hart gedrukt is. En dat is nog wel fijn, ook met het opstarten met allerlei nieuwe dingen die je in het eerste jaar hebt. Ja, oké. Okay. Dus maar hoe vervalt de opdracht tot zover? Het is heel interessant, zeker waar. Ja, je moet wel eventjes goed kijken hoe plan je dat inderdaad. En dan ben je heel blij dat het nog kleinschalig mag met dat je les geeft. Ja. Maar het is ontzettend interessant, want het moest inderdaad rond een bepaald thema. En daar zijn heel veel variaties op gelukkig. En bij ons was dan klassenmanagement. En daarom vallen heel veel onderzoeksvragen. En ja, ik ben er nog mee bezig, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Hey, leuk, heel goed. En dan hebben we ook nog een vraag van Marieke. En dat is, kun je de lesstof van de colleges toepassen in de praktijk? Nou ja, Gerard geeft die colleges natuurlijk, maar jullie kunnen natuurlijk heel goed zeggen of ze daadwerkelijk zo goed toe te passen zijn. Ja, wat mij betreft wel. Kun jij je nog poëzieanalyse herinneren? Ja. Maar dat was echt heel goed toe te passen. Dan moest iedereen, of ons de beurt zeg maar, aan het begin van elke les een gedicht meenemen. En bij dat gedicht moest je een leuke verwerkingsvorm kiezen die anderen en jijzelf in de les zouden kunnen gebruiken. Dat is voor mij echt wel een typisch voorbeeld van hoe gebruik je lesstof in je eigen les. Ja, dat kan eigenlijk heel goed. Het heeft mij heel veel geholpen. Je wordt heel makkelijk, zeg maar, op heel veel ideeën krijg je gewoon van, joh, hoe zet je het nou in je les en wat is leuk om in te zetten. En dat is ook echt heel leuk om, ik heb 5 klassen om te testen van, dit past wel bij die klas en dit past niet bij die klas. Dus dat is, vond ik heel leuk om te zien. Dus dat is echt wel een typisch voorbeeld van dit is echt wel hoe je de stof kan inzetten. Ja. En wat we nog wat willen benadrukken, ja, ook wat we vanaf dit jaar nog wel wat sterker benadrukt hebben. Dus als je zegt van nou ja, ik wil het echt graag toepassen in de les. En we hebben bijvoorbeeld opdrachten staan. En je zegt van nou ja, die opdracht vind ik wel aardig, maar hij past niet zo bij mij. Dan mag je, en hebben we kaders voor aangebracht bij elke module. Dan kun je ook eigen opdrachten maken. Dus je kunt ze ook richting de praktijk van elke dag maken. Die ruimte is er. Dus je kunt ook nog je eigen creativiteit daarin tot uiting brengen. Ja. Kijk eens aan, superleuk. Ik denk, we hebben eventjes nu geen vragen meer staan. Dat het nog wel even misschien leuk is om nog even te hebben over de studiekeuze check. Jij gaf die net al eventjes aan, dat in principe altijd het geval is dat we die check doen. Jij noemde ook dat het een hele dag is met een morgen- en een middagprogramma. Maar kun je dat nog iets concreter maken? Wat moet ik verwachten als ik me daarvoor aanmeld? Ja, als we 's morgens zitten we in de congreszaal. We hebben allemaal tafels waar iedereen omheen zit in groepen van 4. Ja. Want we doen ook heel veel wat je straks ook weer in de praktijk met je leerlingen kunt gaan doen. Mm-hmm. Dus een aantal werkvormen die we daarvoor uitgekozen hebben. We gaan bijvoorbeeld kijken naar wat betekent het nou, wanneer gaan leerlingen leren? En wat is dan leren? Is bijvoorbeeld memoriseren, dus het leren van woordjes, is dat een goede manier van leren? Ja, daar gaan we over nadenken. Ik ga nu nog niet vertellen of dat nou wel of niet goed is. Dat hebben we allemaal gehad vroeger, maar hoe doe je dat dan? En wanneer gaat het beklijven? Dan gaan we ook kijken naar, wat betekent het nou het niveau waar we mee bezig zijn? HBO-niveau. Ja, wanneer is dat dan? Was het verschil met je HAVO of met je MBO 4 opleiding? En wat betekent het ook dat we een beroepsopleiding zijn? We zijn dus niet een universiteit, ook niet een universiteit in het klein of zo. Nee, we zijn echt een beroepsopleiding. Dus we willen mensen graag voorbereiden voor het beroep. En dan kijken we ook van wat hebben we daar nou Europa breed voor afgesproken? Dat noemen we de Dublin descriptoren of tegenwoordig noemen we dat ook de EQF, Europese kwalificaties. En daar heb je allemaal verschillende niveaus in. En die
Nou ja, wat betekent dat dan? Op welke manier geven we dat dan vorm? Maar daarnaast hebben we ook van, wat betekent het nu? Wat ben je nu als christen? Ja. Nou, zo zijn we een hele morgen met elkaar bezig, met allerlei werkvormen. En dan de middag, na het eten, na de lunch, gaan ze in groepen uiteen. En dan hebben ze een algemene, noemen we zogenaamde TAG, toets academische geletterdheid. Dus dat is een algemene toets, van, zit je op het hbo-niveau? Tweede is een toets voor het vak. Kijken ook, want we bieden een deel van de literatuur in het Engels aan. Mm-hmm. Is je Engels op niveau? En als het niet op niveau is, wat kun je daar dan aan gaan doen? En we hebben nog, je moet een soort sollicitatiebrief schrijven van waarom je voor een lerarenopleiding kiest. Wat spreek je nou aan, bijvoorbeeld in die pubers? Of zeg jij van, ja, maar ik vind die pubers wel leuk, maar ik vind het vak ook heel belangrijk. En wat is dat dan? Nou, al die dingen samen, die worden nagekeken. Dan zit er een commissie, dat noemen we de studiekeuze checkdagcommissie. En die kijkt van, wat betekent dat nou? Die legt al die resultaten naast elkaar. En dan kijken we heel zorgvuldig, vinden wij dat deze student geschikt is voor het onderwijs? Of kunnen wij hem ander advies geven? En soms is het advies zo dat je zegt van, nou, ga eerst nog eens kijken van, past onderwijs wel bij jou? Of pas jij wel bij onze hogeschool? En op die manier vindt zo'n studiekeuzecheck plaats. Ja. Dus dat is een dag vol met een heleboel evenementen eigenlijk. Ja. Dingen die samenkomen. Ja. En waarin je echt samen eigenlijk ook aan de slag gaat om te ontdekken of de match er is. Ja, en dan op zo'n dag, ik zit daar zelf ook altijd bij, hebben we ook een moment van, nou ja, stel dat je al eerder bijvoorbeeld je bent naar de universiteit geweest, hebt daar Nederlands gestudeerd, en je wilt bij ons een lerares of leraar Nederlands worden, kan ik daar dan ook vrijstellingen voor krijgen? Hoe zit dat dan? Ja. Ik ben ook voorzitter van de examencommissie, en de examencommissie verleent vrijstellingen als er eerder verworven competenties zijn. Nou, die daar kunnen we over doorspreken, en daar gaan we dan ook met elkaar over in gesprek. Dus die mogelijkheid is er die dag ook nog. Ja. Kijk aan. Dus we geven echt persoonlijk met jouw vorm de manier waarop we die opleiding ingaan. En hoe we dat kunnen laten aansluiten bij waar jij staat. Is het nog even leuk om even te kijken naar het pedagogisch didactisch getuigschrift. We noemden hem net al eventjes. Jij gaf aan dat is voor als je docent bent in het mbo. Kun je kort aangeven hoe dat vorm krijgt? Ja. We hebben eigenlijk twee soorten zij-instroom. Het is een zij-instroom in het beroep binnen een mbo-opleiding. Als je een mbo-opleiding hebt, we hebben heel veel verbinding met het Hoornbeek College. Volgens mij heb jij daar gezeten. Ja. Ja. Dus als je daar les wil gaan geven, dan moet je minimaal een hbo-opleiding achter de rug hebben in een bepaald vak. Ja. Dus stel je voor dat je zeg maar, in de bouwafdeling iets wil doen. Maar daarnaast wil je ook die pedagogische aantekening hebben. En dat noemen we het pedagogisch didactisch getuigschrift. Word je heel erg intensief in begeleid door het Hoornbeek College. En je, je krijgt hier een programma van ongeveer anderhalf jaar. Met een heleboel opdrachten. Een heleboel, maar echt toegespitste opdrachten, want dat programma is helemaal samengesteld samen met het Hoornbeek College. Dat noemen wij het zogenaamde HODOS-project, zo heet dat. En die hebben die opleiding samen met ons vormgegeven. Dus dat doen we echt helemaal samen. Samen opleiden. Oh, kijk aan. Ja. Dat is ook mooi dan. Dus mogelijkheden genoeg om aan te sluiten bij de manier en de studie die het best bij jou past. En wat jouw achtergrond is, welke vooropleiding je hebt gedaan of van welke kant je komt. Misschien is het nog eventjes leuk, want dat hebben we eigenlijk nog niet gehoord. Waarom heb je uiteindelijk voor Nederlands gekozen als vak? Oh, wat een leuke vraag. Dat is waarom ik voor Nederlands heb gekozen. Dat komt vanuit jezelf. Daar moet je sowieso als eerste mee beginnen. Als je hier binnen de school ook binnenkomt, dan zie je heel veel quotes hangen. Dat is ook altijd heel leuk om te lezen over passie die in jezelf moet branden. Dat zien leerlingen. Ja. Zulke soort quotes. Nou, en dat is bij dit vak dus ook. Ik heb Nederlands echt gekozen omdat ik, ten eerste, je moet er goed in zijn. Dat klopt. Dat was ook zo. En ten tweede, ik dacht, zoveel aspecten die mij zo interessant leken en die ik zo ontzettend leuk vind, die wil ik overbrengen. Die ga ik niet alleen maar voor mezelf bewaren. Ik wil aan mensen vertellen. Ik wil aan leerlingen vertellen wat het is, wat ze mee kunnen en hoe het in elkaar zit. Ik vind alle talen fantastisch. Dus ik onderschat ook echt Frans en Duits niet. Maar het Nederlands in dit opzicht is
Sowieso, dat vak krijgen de leerlingen meer uren al vanaf eerste klas dan andere vakken, dan vreemde talen. En in dat opzicht vind ik dat je er toch wel iets meer mee kunt uitbreiden. Daarom heb ik voor gekozen. Maar was jij op de HAVO ook altijd de beste in Nederland? Ja, de beste, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat in bepaalde aspecten spring je eruit. Ik debatteren op bijvoorbeeld, dat vond ik fantastisch. En dan deed je debatwedstrijden. En als je dan wint, dan heb je wel zoiets van, nou, misschien moet ik dit niet laten liggen en toch wel iets mee gaan doen. En is dat uiteindelijk ook iets wat je nu in je lessen toepast? Dat soort dingen, omdat je dat toen eigenlijk heel leuk vond en dat het jou heel erg hielp om die taal dus eigenlijk... Absoluut, absoluut. Voor de mensen die Nederlands willen gaan doen, het is ontzettend leuk om al in de onderbouw te starten met kleine lagerhuisdebatjes. En dat heb ik inderdaad gedaan en leerlingen vinden het fantastisch, want ze kunnen hun mond open doen. Ze kunnen praten. Dus ja. Heel goed, leuk. Hey, we hebben nog een vraag van Marieke. Die vraagt zich af, hou je naast het studeren en lesgeven wel vrije tijd over? En hoe zorg je dat je niet al je vrije tijd met werken en leren bezig bent? En volgens mij zitten we hier met twee vrij fanatieke studenten. Ja. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Hey, hoe ik dat doe? Dat is, voor mij vrije tijd is, ja, kun je afvragen is dan een vrije tijd, maar dat plan ik heel bewust in, zeg maar. Okay. Hey, dat vind ik echt heel belangrijk. Ik zei al, van, als je studeert, en dan wel pauze, anders hou je het gewoon denk ik, niet vol de hele dag. En je boeken zitten 9 uur achter elkaar. Houdt niemand vol. Maar plan ook gewoon bewust in van oké, nu heb ik gewoon een uur vrij. Dan ga ik iets doen wat ik echt leuk vind. Ja. En dan kijk ik ook echt niet om naar mijn studie. Dus dan laat ik mijn boeken echt letterlijk ergens liggen waar ze niet kan zien. En dan ga ik gewoon iets doen wat ik zelf leuk vind. Okay. Op zich hou je vrije tijd over, maar ik moet wel zo eerlijk zijn. Het is wel echt minder vrije tijd in dan wat ik heb gehad. Mm-hmm. Maar ik ben ook wel vrij fanatiek, inderdaad, ja. Nou ja, misschien is fanatiek het verkeerde, heb je gewoon veel passie voor je vak. Ja, inderdaad, dat is ook nog een stuk. Dat is heel mooi, maar je moet het wel bewust in je planning inbouwen. Ja. En in het weekend gewoon echt proberen echt vrije tijd en afstand te nemen. Ja, dat is wel belangrijk. Herken jij dat? Ja, absoluut. En ik ben dan wel weer, ik ben ook echt niet de ideale student dat ik zeg, ik doe alles perfect en ik kan de balans ook heel goed houden. Nee, die schiet er soms ook echt wel uit. Ja. En dan moet je zo mee oppassen, want je moet ook jezelf realiseren dat je de volgende dag bijvoorbeeld weer voor 26 man moet staan. En dan toch nog wel een fris gezicht moet hebben, want ze maken toch wel een opmerking. Dus in dat opzicht, dat probeer ik vaak voor me te houden. Dat ik denk, oké, die studieboeken gaan inderdaad nu weg. En daarin moet je eigenlijk ook heel streng voor jezelf kunnen zijn. Ja. Dat je dat voor. Nou, ik hoor jullie veel over strengheid en discipline en voorzetting. Dus dat is voor mij een belangrijke vaardigheid. Zeker. En Marieke vraagt ook nog, moet je alle jaren dat je de studie deeltijd doet op dezelfde school werken? Of mag je na een jaar ook ergens anders gaan werken? Gerrit, kun jij daar een antwoord geven? Ja, nee, ik zou zelfs willen aanbevelen om vooral als je nog niet werkt op een school, maar alleen maar stage hoeft te lopen, dat je echt verschillende scholen stage loopt. We hebben echt overwogen om te zeggen van je ga ook eens kijken binnen het mbo. Dat is een prachtige opleiding. Ga daar ook een stage lopen. Mensen denken die zijn dat niet zo gewend. En denken, oh ja, ik ga naar mijn school voor voortgezet onderwijs. Daar wil ik wel stage lopen. Of op die school wil ik stage lopen. Maar we willen juist heel erg breed oriënteren. Zodat je straks de goede keuze kunt maken. Dus lekker veel scholen. Ja. Maar is dat alleen voor stage? Alleen voor stage. Ja. Nee, maar ik bedoel, als je op het moment dat je een baan hebt, ja, dan loop je als stage binnen je baan. Ja, dan is het natuurlijk, dat zou wel deze als je binnen een jaar weer... Dat vindt ze niet leuk. Dat vindt niet iedereen leuk. Nee. Dank afgenomen. Hey, misschien is het nog even leuk om even te kijken naar die mail op dag, Gerrit. Jij noemde me al eventjes. Is daar ook een website voor waar je op in kan schrijven? Of moet dan gewoon, word je leraar.nl. Dan word je leraar.nl. Ja. Belangrijke site. Ja, en meld je gewoon aan. Ik weet zeker, elke school voor voortgezet onderwijs, of het nou een reformatorische of niet-reformatorische school is, willen allemaal graag goede docenten. En als ze daar zelf iets in kunnen betekenen, dan weet zeker dat je een dag mee kunt lopen. Dan hebben we ook nog, deze vraag ben ik vergeten, zie ik. Die zal wat verder naar boven. Dat is nog een vraag van Joanne. Die vraagt naar de onderwijsbevoegdheid. En dat is denk ik gerelateerd aan de versie die jullie hebben. Uiteindelijk krijg je natuurlijk, als je deze studie hebt afgerond, een onderwijsbevoegdheid. Maar je hebt nu wel je eigen klasse. Dus in zoverre zou je kunnen zeggen dat je bevoegd bent doordat je de opleiding bent om... Nou ja, het zit een klein beetje anders. Okay. Wij zijn leraren in opleiding. Ja. En dat betekent dat je onbevoegd lesgeeft. Ja. En de minister heeft destijds besloten dat je een bepaalde periode onbevoegd les mag geven. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je binnen 5 jaar na aanvang van je studie je onderwijsbevoegdheid moet gehaald hebben. Mm-hmm. En dan krijg je pas, dan ben je bevoegd.
We leiden op voor het tweede, noemen we het tweede graads gebied. Mm-hmm. Het tweede graads gebied geldt voor het VMBO, het MBO en de onderbouw van de HAVO-VWO. Mm-hmm. En daarnaast heb je nog een eerste graads opleiding, maar daar leiden wij dus niet voor op. En alle opleidingen, behalve het traject voor de PABO, dit in een half jaar gevolgd kan worden, mm-hmm. het zogenaamde groepsleerkracht basiskader. Die geeft een beperkte bevoegdheid en de anderen geven allemaal een tweede graads bevoegdheid. En als je een zijinstromer bent, mm-hmm. heb je ook een tweede graads bevoegdheid. En als je een deeltijder of een opleider in de school, opleiding in de school gedaan hebt, dan heb je ook een bacheloropleiding. Daar zitten dan wel wat verschillen in, maar het zijn allemaal tweede graads bevoegdheden. Ja. Ja, dus uiteindelijk, aan het eind van die vier studie ben je bevoegd om docent te zijn? In het tweede graads gebied. Ja, ja. Precies. Nog even ter afronding, want we zijn bijna door onze tijd heen. Is het misschien leuk, wat is het leukste onderdeel van je opleiding tot zover? Wat is het leukste wat je hebt gehad? Het leukste onderdeel? Ja, ik denk dan wel dat we het echt hebben over, ik denk twee dingen. Allereerst, ik weet bij het generieke deel hebben we de afgelopen keer hadden we een module en daarbij moesten we iets ontzettend creatiefs doen en we moesten een workshop doen. En dat moest eigenlijk een workshop zijn waarin de tentamenstof alvast verwerkt werd. Mm-hmm. En op die manier moest het ook nog zo zijn dat het echt, het moest een manier zijn, niet zoals normale workshops gingen. En dat was, vond ik ontzettend leuk, want je moest best wel goed gaan nadenken van deze manier moet echt wat afwijken. En dat deed je in groepjes. Dus dan heb je het weer over dat teamwork. Dat was ontzettend leuk. En uiteindelijk was het echt een showtje opvoeren voor ons groepje. En dat was, vond ik echt fantastisch, want ik hou er dan wel van. En ja, er zit ook een PABO binnen deze school. Dus op zich, je hebt de attributen genoeg. Daarnaast vind ik het bij het vakinhoudelijke deel fantastisch. Dat moet je ook wel realiseren. Iemand vroeg er nu natuurlijk daarnet van, is alles toepasbaar voor in de lespraktijk? Soms zit je ook echt in college gewoon naar een docent te luisteren. Voor jezelf. Dat vind ik wel. Dan zit er iemand te vertellen over een prachtig boek wat hij heeft gelezen, een docent. En dan zit je daar met van die zuimelogen van, ja, nee, helemaal mee eens. En dat vind ik van die genietmomentjes dat ik denk, oh wat fijn dat u die kennis wilt delen. Ik neem hem mee. En uiteindelijk pas je het waarschijnlijk ook wel toe, maar de onderbouw VMBO KGT bijvoorbeeld heeft nog niet literatuur. Maar dan is het echt voor jezelf en dat verrijkt jezelf echt. Ja. En Maarten, wat is jouw leukste moment tot zover waar je op terugkijkt van de studie? Die workshop wel die jij noemde, dat vond ik heel leuk. Wat ik ook leuk vond was bij de eerste module relatie en gezag. Was het bekijken van die video over die school in die wijk in Frankrijk, rondom Parijs. Oh, ja. Dat vond ik heel interessant. Dat was min of meer een achterstandwijk was dat eigenlijk. Er was een film opgenomen op die school. Dat vond ik echt heel interessant om te zien hoe die jongeren daar op die school leefden. En wat een enorm verschil is, zeg maar, met hier. Dat was, vond ik echt wel een heel leuk moment. Dat je dan eigenlijk intercultureel die inzicht opdoet en probeert het vast voor je eigen lespraktijk. Ja, en ook hoe kan je, want dat was een van de thema's waar we deze video bij gebruiken. Van, als je onze hogeschool binnenloopt, zie je altijd staan, to teach is to touch your heart. En hoe raakt de leerkracht nou die leerling in het hart? En dat kan zijn. Door middel van een stukje identiteit, maar het kan ook zijn door middel van je vak. Hoe raak je die leerling in het hart? Nou ja, daar zijn we voortdurend mee bezig. Ja, dat is een hele mooie afsluiting. Dus uiteindelijk, als jij die leerling ook in het hart wil raken, dan is misschien die leraar voortgezet onderwijs wel de opleiding voor jou. Wij zijn er hier doorheen, door onze tijd. Als jij nog vragen hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt Gerrit vast gewoon bereiken via zijn e-mailadres. We zorgen even dat hij op de website terechtkomt. Je krijgt ook een e-mail nog van ons morgen waarbij je deze stream krijgt. En dan kun je hem terugkijken en daar staan ook de contactgegevens in. Dus dan kun je gewoon contact met ons opnemen en eventueel je andere vragen nog stellen. Of contact met ons hebben als je wat meer de diepte nog in wilt. Morgen hebben we ook een livestream. Dan gaan we in gesprek over onze masters. Dan is onze collega Lennart Visser hierbij. En donderdag is onze livestream over PABO deeltijd, pedagogiek en ADPEP. Dus als je daar ook nog interesse in hebt of mensen kent in je netwerk die wellicht daar meer over willen weten, stuur ze even naar onze website driestar.nl, driestar-hogeschool.nl. En dan kun je je aanmelden en dan hopen we jou of hier op school te zien of wellicht morgen of overmorgen weer in de livestream tegen te komen. Dankjewel voor het kijken en dan wens je nog een hele fijne avond toe.